Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik al oftewel werd. En dit is het vervolg van aflevering 12, want toen was ik een stukje vergeten. Maar ja, er zijn vrij veel fouten in het volgende stukje, maar ja, en, kijk. Ik heb net met Rune, na het maken van de andere video die jullie als volgende zullen te zien krijgen, ik weet nog niet precies wanneer dat is, ik schrik mijn ongeluk. Na het maken van die video hebben we hier nog samen een beetje aan gewerkt. En hebben we het hier helemaal mooi clean gekregen. Als jullie iets zien, zeg dat dan in de comments. Want dit is echt heel moeilijk om te zien of dat je een fout hebt gemaakt. Want zo, als je daar een volledige, normale steen hebt. In plaats van zo'n brick, dat kun je echt amper zien. Dus ik hoop dat jullie nu fouten hebben gezien, als die er waren. Dan ga ik nu een klein beetje aan dit werken en aan dit. Hier komt de enchantment room. Maar eerst ga ik aan deze plaats hier een beetje werken. En hier wil ik een beetje hetzelfde effect creëren als in de ruimte hierboven, waar de alle trappen bij elkaar komen. Ga ik zo ook een slab ding doen, zo. Dat ik in het midden zo van die slabs heb. Oh, dat was niet de bedoeling. En aan de buitenkant gewone stone bricks. Oh. Zo. 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 En ja, oké, dan ga ik nu zo, hier een irritante wezens. Ik kan niet eens mijn zwaard aan verspillen. Zo. Zo, en ik heb hier ook een fakkel opgenomen, denk ik. Ja. Ga ik ook gewoon direct dit helemaal doen. Later ga ik deze doorgang ook nog helemaal mooi maken. Maar zoals ik al zei, is dat later. Hier moet dan ook nog eentje. Dan wil ik ook hier dit nog helemaal mooi maken. Ja, dan is het weer boom boom trikken. Boom boom tring tring hakken en zagen geblazen. Wajo. Als mensen die joke snappen, oké, dan ben je wel echt gewoon een echte baas. Dan mocht je echt gewoon dan mocht je echt gewoon van mij het Belgische leger aanvoeren of zo. Ik weet ook niet meer wat ik zeg. Het is al een lange dag, oké. Zelfs komt mijn derde video uit van deze reeks. Ik heb geen idee welke video dit zelfs is. Ik ben volledig de telling verloren. Zo, oké. En dan ga ik dit nog helemaal uitgraven. Zo, dat ziet er heel goed belicht uit. Dus daar moet ik niks meer plaatsen. Ik ga dan wel eventjes naar boven voor mijn crafting table te halen. En ik dacht ook zo een crafting table en twee dingen mee te nemen. Voor daar beneden te zitten. Ik ga dit wel met een stone cutter doen, want dat is een beetje. Ja, dat is beter gewoon. Twee stone brick slabs kan ik daaruit halen. Oh, oké. Moet je dat per keer doen? Ja, ik wil niet alle. Oké, wacht. Als ik hier nu gewoon de helft van haal. Oké, dat is wel goed. Zo. En dan ga ik gewoon ook eventjes wat slabs neerzetten. Nu ga ik die dingen nog niet meenemen, de crafting table. Maar later ga ik dat wel doen. Dan kan ik zo hier crafting table en twee furnaces zetten.
En dan ben ik hier beneden ook gesteld. Ik ga die meenemen en dan ga ik daar gewoon even vullen. Want boven die je kunt dat door die slab zien dat ligt. Dus dit is mooier. En dan moet ik hier ook terug een ding in zetten. En hier zo. En daar ga ik er dan ook eventjes in zetten. Dit ga ik nog helemaal mooi maken, die doorgang en de ruimte erachter. Maar dat komt straks nog wel, of anders later. Nu ga ik eerst focussen op dit hier. Ik ga ook eventjes mijn shovel pakken, want het is hier vrij veel werk. Oké. Dat is veel te veel. Ja. Ik kan die anders nog wel zo, als ik zo hier dit doe. Ik heb dat ook bij die andere kamer gedaan. Gewoon even dit zo. Daarmee kom ik niet ver, maar zo en dan maak ik hier een gat, zet ik daar een torch in en dan wordt er ook van onder belicht. En dan zie je bijna geen verschil. Zo. Oké, dan is dit tussenstukje ook klaar. Dan ga ik nu hier aan beginnen. Dus ik ga sowieso beginnen met de grond uit te hakken. Ik wil ook nog wel iets cool doen met die portal. Ik denk dat ik de portal aan de andere kant ga zetten. Maar dan gaat het ook weer moeilijk doen met die doorgangen. Ik ga het wel doen, though. Gewoon aan de andere kant zetten. Maar dan moet ik wel weer mijn diamond pickaxe gaan halen. Dan ga ik dit ook helemaal uithakken. Wacht, zo. Zo. Dan ga ik deze muur ga ik helemaal uithakken. Want dan ga ik dat ook mooier maken. Oké, dat was een pickaxe. Eén van de zoveel. Oké, dat kan ik wel gewoon. Oké, zo. Ik ga dan dat ook al zo dichtmaken. En ik ga de grond ook al hier dichtmaken. Hè. Ik ga hier ook sowieso een poort moeten maken die dicht gaat. Want anders gaan hier piglins en zo die van de nether komen, gaan hier door kunnen gaan. Zoals ik al één keer heb gehad. En dat willen we niet hebben natuurlijk. Dus ik ga hier een poort zetten. Kijk, zoals je ziet heb ik nu zo hier één donkere vlek. En dat heb ik daar niet met die lamp die ik daarin heb geplaatst. Maar voor de rest. Kijk, hier gaat het dan 2 naar daar. En hier maar 1. Dus dit moet ik ook nog uitgraven. Zo, dan moet ik ook die poort daarboven uitgraven. Ik ga deze keer wel mijn nether portal in de grond zetten, want ja, ik denk niet dat het een heel goed idee was om die gewoon daarboven te zetten. Misschien, ik heb nog wel best veel obsidian, dus dat kan ik wel doen. Ik ga hier gewoon zo'n super grote portal maken. Ja, dat ga ik sowieso doen. Dus dan komt hier en dan ga ik hier achter, ga ik dan mooi maken. Oké, dan laat ik ook zien dat ik veel obsidian heb. Haha, dan flex ik nog altijd. En dan blijft hij wel gewoon zo staan. Dus dit wordt dan de portal. En dat blijft dan zo heel mooi. En dan ga ik nu mijn diamond pickaxe halen. Oh, ik hoop zo dat die portal dingen in de nether een beetje makkelijk gaan doen. Niet te moeilijk gaan doen. Oh, dat zou chill zijn. mijn diamond pickaxe zit hierin. Zo. En dan ga ik
Ah ja, wacht, oké, dan ga ik ook direct obsidian meepakken. Ik ga dan eventjes die portal verzetten en dan zie ik jullie daarna weer terug. Dus het werkt. Ik heb hem wel eentje in de grond moeten steken, want anders was hij niet hoog genoeg. En, maar hij werkt en ja, hij gaat naar de goede plaats in de nether. Daar waren trouwens heel veel slimes, maar ja, ik weet ook niet waarom. Ik ga nu hier werken aan deze een beetje mooier te maken en groter. Dus ik ga hier een vrij grote gang maken en ik ga dat dan ook een klein beetje schuin laten gaan, dat dat wel hier mooi in het midden is. Maar daar ga ik nu even non-cam aan werken. Hier was trouwens een cave, dus heb ik het al mooi gemaakt. En hier heeft hij een kleine bocht die hier komt. En dan gaat hij zo perfect op de plek waar dat we moeten zijn af. Hier. We moeten hier wel nog vrij veel werk in steken waarschijnlijk. Maar dat komt allemaal nog wel. Dit wordt waarschijnlijk allemaal heel mooi. Dus wij komen dan uiteindelijk hier. Oh, dat duurt lang om te breken. Uiteindelijk komen we hier zo uit. Ik ga dan hier al zo doen. Zo. Zo komen we dan hier uit. Oei, daar is een cave. Zo. Voor de rest laat ik het gewoon zo. Dan komen we hier zo uit en dan kunnen we hier uiteindelijk ooit de stronghold is het. Gebruiken en daar kunnen we, allee, die is dan in directe leiding met mijn basis, dus dat is heel handig. Ik moest nu wel nog mijn basis helemaal afmaken hier, zo. Oké, dit ziet er heel mooi uit. En dat stuk ga ik voor een andere video laten. Ik ga nu gewoon nog... Wacht, is hier een midden? Dit is het midden, zo. En ik denk dat er twee middens zijn, dus dan ga ik zo doen. Dan ga ik zo... ga ik hier torches plaatsen. Ga ik die eventjes weghakken. En dan heb ik er één over. Dus ja, die hou ik dan. En dan is dit ook klaar. Dit is dan de nieuwe portal room. Hier komt misschien nog... Hier kan ik misschien nog een netherite... een nether... hoe heet dat zo? Van die netherplantjes farm maken. En hier komt dan de enchantment dingen... En voor de rest is het hier allemaal heel mooi. Misschien moet ik dit nog wat... Ja, ik ga dit nog een klein beetje mooier maken. Ik heb nog 5 slabs. Ik kan al beginnen... Wacht, nee. Dat ga ik niet doen. Ik kan al beginnen met dit te doen misschien. Nee, dat ga ik ook niet doen. Ik wil hier zo... Ja, ik kan... Denk ik ga ik hier gewoon zo'n... dingetjes, zo'n walls zetten, zo'n cobblestone walls. Maar dat ga ik dan off-camera doen nu even. En dan sluit ik hierbij deze video af. Dus als jullie hem leuk vonden, leave a like. Normaal vraag ik daar niet achter, maar ik heb gezien dat niet veel mensen dat van hunzelf doen. Dus vraag ik er eens een keertje achter. Misschien krijg ik meer likes. Ja... Tot de volgende video, die al opgenomen is en al klaar staat voor mij. Maar ja, jullie zien die pas binnen een aantal dagen. Dus ja, tot dan. Maar hey, je lijkt me scheids voor alle wat je jeurt.